gewoon een bijeenkomst voor alle Marokkaanse A-klas natuurlijk. En daar behoor ik ook bij. Ik ben hierbij uitgenodigd en ja, het lijkt me leuk om, ja, alle oude jongens die ik al heel lang niet heb gezien, ook trouwens. En, ja, gewoon een bijeenkomst waarbij een minister, Marokkaanse minister, die komt een en ander vertellen. En er is een training van Marokkaanse A-vechters. En het is gewoon leuk dat er iets wordt gedaan voor de Marokkaanse jongeren hier. En voor de sport van Noordin natuurlijk. Noordin is een goede vriend van mij en ik kom hem bij deze dan bezoeken. Zo direct wordt een training gegeven. Ja. Eén trainen met elkaar, zeg maar. Ze gaan met elkaar trainen. En dan, als de minister binnenkomt, krijg je van mij een rondleiding. Dus ik ga vandaag geen les geven. Moest zit mijn trainer, die gaat les geven. Hij krijgt van mij een rondleiding, de minister. Breng hem terug en de rest weet ik zelf ook niet. Kickboksen in Marokko zelf is heel populair, maar de vechters daar, het niveau is niet heel hoog. Voorzet gegeven, een kwestie van smaak, maar die mannen uit de maat brengen shit van formaat. Shit van formaat, shit van formaat. Die mannen uit de maat brengen shit van formaat. Ik zeg shit van formaat, shit van formaat. Die mannen uit de maat brengen shit van formaat. Zo best met de flow. Meer taekwondo. Maar natuurlijk, ze bekijken ook vechters van Marokkaanse afkomst die van hier vandaan komen of van Frankrijk. Die natuurlijk wel heel erg zeg maar, hoog in de ranglijsten staan over de wereld. Marokkaanse geheim. Ja, weet je wat het is? Goed eten. Nee. Weet je wat het is? Ja, we zijn wel. Ja, van jongs af aan word je natuurlijk al gelijk al van kom je bij de vent een beetje knokken en draaien de oren en niet te lafjes. En, dus je wordt al wel de meeste hoor. Ja, je wordt al eigenlijk al, je moet een vent zijn, klaar. Als je thuis komt, als je vroeger thuis komt, ik kreeg een pak rammen van iemand. Ik kreeg nog een pak rammen van mijn vader erbij bij wijze van. Jongen, je laat je niet zomaar op je bek slaan. Zo ga je de straat in, weet je wel. En ik wil niet zeggen dat je agressief moet zijn, maar het heeft mij nu wel gemaakt tot wat ik nu ben. Want ik was vroeger zelf agressief. En ja, waarom de meeste Marokkanen, of veel Marokkanen, aan de top meedraaien. Ja, dus heel, ja, misschien mag ik het pas. Ja, we zijn misschien temperamentgod, misschien is dat het. Rocket in de cijfer, wie er het doopste vast. Staat mijn plaats voor die mic overdracht. Rock ik de crowd en de show sloop ik gast. Blaas in deed, ja, de dance staat te koken. Zweet op de muren, alles naar de... Ik bedoel, iedereen weet het. En zeker de mensen in de vechtsportwereld, die weten wat de prestaties zijn van... met Oulali en ja, ik heb toen ik net begon te boksen, laat me zeggen net begon te kickboksen, toen was Nazim al helemaal aan de top. Dus toen keek ik al gewoon helemaal tegen hem op natuurlijk. Hè. Ja, jij ook vriend, jij zit het topniveau nu hè. Ja, we doen van eerlijk is eerlijk. Het is ook nog de kunst om continu met de top mee te draaien. Kijk, in 96 kwam hij naar Nederland, zoals hij net al zei, begon hij aan de top mee te draaien. En het is... Je hebt vaak dat mensen gewoon 3, 4, 5 jaar misschien maximaal aan de top meedraaien. Dan zakt het weer af. Dus hij staat er nog steeds. En als hij nu nog een leuke aanbieding krijgt tegen een topper, dan staat hij er gewoon. Dat weet ik zeker. Zeker doe ik gewoon wel. Ik heb wel aanbieding gekregen tegen Kaas. Maar de promotor gaat even denken gewoon. Ik zeg ja, wil ik graag gewoon vechten in september. Hij wil gala organiseren in Alkmaar. Dan wil ik graag met hem vechten gewoon. Ik hoop dat het gaat door. Partij tegen William is een harde port. Ja, ik heb gewoon het publiek waar voor zijn geld gegeven. En, ja, het resultaat was niet echt zo, maar ja, ik heb mijn best gedaan. Mijn laatste partij was op 23 januari in Rijswijk tegen Di Samedo. Toen heb ik verloren op punten. Het was ja, 5 rondes lang was het gewoon eigenlijk... ja, laat ik het zo zeggen, mijn tegenstander die scoorde gewoon meer punten. Die was
mij iets te slim af en daardoor heb ik verloren. Waarom ik niet aan de KIN mee mag doen? Ja, voor mij een vraag. Ik weet niet, ik hoor natuurlijk wel verschillende verhalen, zo simpel is het. Bepaalde vechters, of tenminste de organisatie, vindt mijn stijl waarschijnlijk niet goed genoeg. Dat is een reden wat ik wel eens hoor. Daarentegen is het natuurlijk gewoon, vind ik, gewoon bullshit. Want ik doe van het kickboksen is natuurlijk niet van stompen jij en ik heen. Het is gewoon een hele tactische spel. Kijk maar naar Petrosjan die nu in de finale staat. Hij wint 2 keer de KIN. Dat is ook in principe gewoon, dat is gewoon een schaakmeester. Onder andere, weet je. En in het kickboksen niet alleen maar beuken en slaan, het is nadenken. En, mensen die er geen verstand van hebben, die denken van, hoe harder hoe beter. Hè? Ja, tuurlijk hoe harder hoe beter, maar ook... Je moet het technische aspect moet je zien van een gevecht. Het is net als met voetbal. De ene team die voetbalt heel agressief en de andere voetbalt wat verdedigend. Maar agressief op de juiste momenten. En dat is met kickboxen precies hetzelfde. Kant was best wel serieus en ik weet niet hoe het van hem was. Of mijn kant was best wel serieus, want ik wou gewoon mijn grammetje halen. Daar ging het om. Ja, en na afloop van de weging maakte hij bepaalde grappen. Ja. Ik moest er ook gewoon om lachen. Dus, Na zo'n partij had ik eigenlijk alleen maar behoefte aan een beetje rusten. Want ik heb heel goed getraind. Dus er waren zware training ook. Veel getraind. En, alleen de drive mis ik een beetje de laatste tijd. Ik ben een beetje, de motivatie is wat minder. En daardoor heb ik meer de behoefte om echt rust te nemen. Dat heb ik gewoon gedaan door gewoon niet te trainen en gewoon lekker biscopie pakken. Of gewoon rustig thuis even nadenken wat er allemaal gaat gebeuren in de komende tijd. En ik heb me daarnaast heel druk bezighouden met mijn scriptie. Ik miste natuurlijk mijn echte trainer Mike, die was in Amerika. Want Melvin moest vechten daar. Ja, die miste ik eigenlijk wel, want dat zijn toch die jongens die mij de set doorgeven. Ja, en ik weet zeker als zij er waren, dat ik de derde ronde, dat ze me toch over die drempel heen hadden gezet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er wel heel tijd mee gezeten. Van waarom ik niet. En waarom de jongens die echt op dat moment echt onder mijn niveau, zonder de eigen dunk of zo, maar onder mijn niveau, die deden gewoon mee. En dacht ik van, nee, wat is dat dan? Daar klopt toch helemaal niks van. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik weet ook gewoon dat er zijn ook heel veel vechters die eraan meedraaien. Je kunt ook nooit de KIN winnen. En ze hopen natuurlijk gewoon elk jaar dat er een Japanner een toernooi gaat winnen. Want eerlijk, vorig jaar hebben ze, of 2 jaar geleden heeft Masato een toernooi gewonnen. Het was altijd eerst een 8-man toernooi. Maar ja, omdat hij altijd blessures heeft, dacht ze van, ik hoop dat hij hem nog een keer wint. Maak er 4-man toernooi van, want hij is blessuregevoelig. Dus ze bouwen ook een beetje om de Japanners heen. En zoals nu Petrosjan erin staat, eerlijk is eerlijk, maar een Japaner gaat hem echt niet winnen. En ze balen er echt wel van dat hij erin staat. Dat het gewoon een fenomeen is, het is gewoon een topvechter. Kijk, Hans is ook zo'n soort Mike-figuur. Het is ook iemand die je echt kan pushen. Het is hem aardig gelukt. Dus ik heb... In de laatste week heb ik best wel veel getraind met Hans. Veel op het bed. Dus ja, het is goed gegaan allemaal. Dus het is hetzelfde nog. Shit, wat voor maat. Dit is die track trash, de mad attack attack. Dit is die shit van voor maat. Shit. Je weet het toch. Dit is die buurmannen aaien toe shit. Je weet het. Dan breng je dit lijf vanuit de zolderkamer. Vanaf die achterstraat buurtding, je weet, hè? Brengen je die schijn. Oh.